Yo, kijkers van Online Games en van hartelijk welkom terug bij een gelukkig nieuwe aflevering van Prison Architect. Goed jongens, wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk verder waar wij gisteren waren gebleven. Jawel, komen we helemaal goed, prima, goed. Ja, goed, perfect, goed, prima, ja, goed. Goed, ja, perfect, ja, goed. Ja, zoals jullie uiteraard natuurlijk weten, willen we in ieder geval onze dingen verder uitwerken. Dit wordt de werkzaamheden. En hier de set. Dus er moet zeker tot aan daar zo er nog aan. Nou, eventueel kan het hier zo. Ik weet niet tot hoe ver. Dit. Is dit voldoende? Ja. We gaan dit bouwen. Dan hebben we nog maar 8000 over. Hoeveel is dit eigenlijk? Als ik vragen mag. 7 bij 7. Oké. Okay. Dan gaan we dat hier zo. Dan wil ik er eentje al door tussen hebben. Is dat precies op die grond? Ja. Dus hier zo. Even bij 7, dat hebben we genoeg geld voor. Of wat dat gebouwd, dat wordt gedaan. Wil ik in ieder geval met de stroom gaan beginnen. Dan verwijderen we die. Muren en deuren. Personeeldeur. Personeeldeur. Dus hier een personeeldeur en daar voor de werk. Hier hebben ze ook een personeeldeur. Dan moeten we dat hier ook hebben. Hè? Hier zo ook nog van alles. Ik denk dat dit qua werk voldoende is. Zijn ze al? Wat gebeurt er nou? Gevangenisbus. Waarom komt hij hier? Wat een gevangene binnen gekregen. Hè? Wat komen ze allemaal hier doen, joh? Midden in de nacht komen ze hier aankakken. Ze komen allemaal. Wegsturen.
Comedy. Wegsturen. Ze komen langs onze gevangenis. Terwijl ik ze niet heb besteld. Het is vrijdag. Ze komen allemaal hier naartoe. Een beetje raar, maar ik ga hem doorspoelen. Ze blijven maar komen. Ik vind dat heel raar. Dat zijn ze in ieder geval aan het bouwen, deze ook. Muren en deuren. Stenen, ja. Die zijn nog allemaal gratis, merk ik. Dat ze nog hier zo allemaal hebben liggen. Wat is dit toch allemaal? Waarom komen ze? Ik vind hem wel absurd hoor, een beetje raar. Bus en dan weer wat en dan komt weer een bus en dan komt weer wat en dan komt weer een bus. Nu komt er niks meer. Ja, bus, vrachtwagen, dadelijk komt weer een bus. Bus, vrachtwagen. Why? Zijn nu klaar? Bus. Ik vind het zo raar, hè? Die mensen zijn overleden. Er is nog niemand. 84, 79. Die zitten allemaal zo dicht op elkaar. Ze komen al de hele tijd. Alsof dat hoort. Die is ook nog niet klaar.
Er komt wel wat post binnen. Maar telkens 2 bussen, 3 bussen, 4 bussen achter elkaar. Ik snap het niet. Er komt allemaal post binnen. Hier zijn ze ook mee bezig. Hier ook in elkaar. Dan gaan we dat alvast verwijderen. Ja, al. Waarom komen de bussen? Kijk eens aan, er zijn geen vuile was hier ook niet meer. Die voelt zich vast, ja. Nee, je mag niet in de gevangenis. Geen gekke dingen moeten doen. Oh, er zijn veel. Maar 1 naar 5, dat is ook niet veel. Hier 7. Tijdelijk is die nog niet veel eerder klaar. Die is ook bijna klaar. Hier is nog een blokje daar. Zie je, die bussen komen steeds maar. Ja, hij heeft een blokje klaar. Slopen, muren slopen. Die wordt gesloopt. Die moet nu ook komen. Ah, kijk. Ik wil wel graag een
Oh shit, hé, onvoldoende geld. Fuck, 4 heb ik maar. Ja. Daar heb ik nog niet. Kunnen wij subsidies? Dat kan nog niet. €15. Ik heb nu geld gepakt. Nou, €250 daar vanaf. Stroom. Hoeveel kost dat? Hoe kost die? We hebben nu uiteraard betaald. Subsidie annuleren. Oh, dan moet je een boete van €2000. Ja, doe maar dan maar. Maar dan hebben we in ieder geval wel. Ja, voor vervolg te vrijden en daarvoor krijgen we geld. Hoppa. 9000. Ik kan dus niet even. Nou, als jij het hebt gedaan, dan kan ik in ieder geval de stroom aanzetten voor 3. En dan in ieder geval. Use de stroom. Dat gaat. Die is gedaan. Die kan op.
Dus vanuit die muur komt de cel. Dan moet ik dus op de 1, 2, 3, 4, 5 op de 6e. 1, 2, 3, 4. Dus ik moet vanuit daar zo gaan daar. Hij moet. Dus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus ik moet helemaal. Hier zou je tellen, want hier zo. Gaat hier gewoon weer tot een zesde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zo. En dan is het dus weer 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, bij de 12e dus. 1, 2, oh wacht even, we zijn wat vergeten. We moeten nog grondelijk onderzoek doen, shit hé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, negen, tien, elf, twaalf. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf. Dat was ie. Die kan daar dan gaan. Oké. Stroomvoorzieningen. Onvoldoende geld. Nee, er zijn er in ieder geval wel al een paar. Dan gaan die al die stroom aanpassen. Ik ben het helemaal vergeten, die grondelijk onderzoek, joh. Maar gelukkig gaat het zeer snel. Maar wat doen al die gevangenisbussen hier? Of is dat gewoon weer standaard? We zijn helemaal nog niet klaar, joh, met de post. Ja. Dan gaan we toch vier erin zetten. Een beetje. En dit is goed. Het zou zomaar kunnen dat die af wordt gewezen. Kom 6 uur bij uit. Ja, hij is goedgekeurd. Hij is geslaagd. Zodat hij geen doodstraf. Hoe lang zit hij dan, gast hier? Hij zit voor 64 jaar hier. Goh. Gaat hij gaan. Oh, hij was er zo dichtbij, hè?
Hij was bijna eruit. We zijn hier zo wel bezig met de stroom. Maar al die stroom. Die zit er nog in. Dan versnellen we het nog een keer. Oh kijk, we zijn bijna. Hier zo. Kijk, en dan gaat hij gewoon weer weg. Het moet ook nog allemaal doorzocht worden. Oké. Okay. Moet even wachten totdat hij klaar is. Door achteraan rennen mensen. PBOP. Daar komen er weer extra veel mensen. Maar we moeten nog twee plekjes. In ieder geval is iedereen bezig. Nog één. Klaar. Oké. Dan hebben we uiteraard ook wat tunnels gevonden. Hier zo. Die kan ook wat. Die kan niet. Dat gaan we nu even fixen. Maar de stroom, dat wordt allemaal gedaan. Ze kunnen hard aan het werk.
Wat ziet er goed uit? Telkens komen al die bussen hier. Goed. Dan gaan we de volgende keer, maandag dus, ons geld raakt op. Ja, ik weet het. Maar dat geld dat komt vanzelf dadelijk weer. Want als ik de nieuwe gevangenen krijg, dat zal een heleboel zijn, krijgen we een heleboel geld weer terug. En dan kunnen we cellen bouwen. Ja, sowieso als eerste wil ik werkzaamheid, dat is eigenlijk ook wel belangrijk. Ja. Op zich als eerste de was. Laten we daar maar mee doen. Maar de was, dat kan ook in dit smal gangetje. Maar tot aan hier zo komt dus de kantine. Dat komt nog wel allemaal. Ja. Hoe ver zijn ze dan met de stroom? Ze hebben die hier, als ze dit nou aanleggen, dan kan dit hier. Maar zijn we op zich op goed op weg? Iedereen helpt me om die stroom aan te zetten. Ook hier zo wordt dat doorgetrokken. Kijk maar. Die zit goed vol. Die natuurlijk ook. Maar de rest van de was. Dat. Ziet er goed uit. Keer 31. Je hebt niet alles gedaan. Dan missen ze nog wat. Hoeveel mensen hebben we in het 43 al, jeez. Hoeven niet veel mensen dan erbij te kopen. Hier zo 6. Maar ik ga het hier nu voor jullie belaten. Wij zien elkaar gewoon weer, denk gewoon lekker maandag weer terug. Ik hoop dat jullie dan open zijn. Goed kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot maandag dan weer jongens. Mazzel!